Hallo, ik ben Christel. Welkom op mijn kanaal, Christel Blue. Bedankt voor jullie likes, jullie reacties. En ik wens jullie allemaal hele fijne kerstdagen straks. Ik heb mijn kersttrui al aan. Het lampjes, die branden al in mijn trui. Want ik ga vanavond al kometten in Spijkenisse. Dus ik ben ver van huis. 5 kwartier rijden. En vandaag doe ik een korte reading. Boodschappen van je gidsen met voorwerpjes en wat kaarten. En jullie kunnen kiezen uit 3 groepen. Dit is de eerste groep. Engel met het boekje. Als je denkt, nou, dat is mijn engel. Ik hou van lezen of wat dan ook. Of deze met de ster, engel met de ster. Of groep 3, engel met het hartje. Met heel veel tierenlantijntjes, bloemetjes. Goed, tot zometeen. Hallo, groep van het engeltje met het boek. Ja, geef je over negatieve gedachtes. Je hebt waarschijnlijk een negatieve gedachtes, deze groep. Er staat ook in, je hebt controle over je gedachtes. Welke negatieve gedachtes komen aan de oppervlakte? En probeer ze om te buigen in positieve gedachtes. Probeer te focussen op positieve gedachtes. Want je bent je ergens tegen aan het verzetten. Het is tijd om nu te springen. Om je doelen te bereiken. Je houdt het steeds af. Maar als je actie onderneemt, dan zul je het succes aantrekken. Dan ga je doelen bereiken en dan ga je die trap omhoog. En dan zal je ook meer gelukkiger zijn. Want dan zal je ook het goede pad volgen. Dus verzet je niet en denk niet zo negatief. En volhard. Dus je kan alles doen wat je maar in je gedachten hebt. Want weer hier is er ook 2 kaarten van ontkenning. Ja, je draagt een blinddoek. Je wilt eigenlijk niet zien. En er zullen wel best wel problemen zijn. Maar maak de beste keuzes. Zie alles duidelijk. Je ontkent dingen. En dat ontkennen doe je uit je angsten. Maar vervang het met inzichten en bewustwording. Wat geluk, ja, dat is, komt eraan. En ook succes. Goed, kijken wat de voorwerpen zeggen deze groep. Een beetje. Ja, je draagt een masker. Ja, een blinddoek, masker. Je wilt het niet zien. Je bent wel spiritueel. Dat is Boeddha. Ja, misschien wil je deze liefde niet zien. Maar het is jouw liefde. Your love. Het is jouw liefde. Maar er is passie. Er is passie. Je voelt passie voor iemand. Je zit ook verbonden met iemand. Ook al komt er gerommel, daar moet je niks van aantrekken. En dit is het teken van kussen. Ja, misschien wil je iemand kussen. Jij zit echt aan iemand vast. Verbonden met iemand. En die persoon draagt jouw hart in zijn hart. Ja, transformeren. Je gaat transformeren. Er komt weer vrede in je leven. Vrede.
Ja, en dit is de eekhoorn. Een eekhoorn doet alles verzamelen. Misschien probeer je nog wat dingen te geld bij elkaar te rapen. En ja, ik durf te springen van de ene boom naar de andere boom. Misschien vind je het eng. Maar durf het risico te nemen. Neem die sprong. Want er komt een nieuw begin. Een jong hetje. Nieuw begin. Misschien krijg je allemaal boodschappen via muziek. Ja, luister naar de roeping van het universum. Dat is het oordeel. Word wakker. Ga uit die ontkenning. Het negatieve denken. En doe dingen door knippen die je niet meer dient. Want dit is jouw love. Het is jouw liefde. Waarvoor je passie voelt. Goed, dat was de eerste groep. Dankjewel. Hallo, groep van het sterretje. Engel met de ster. Nou, kijken wat de kaarten zeggen. Ja, misschien heb je een vriendschap met iemand. En die vriend is niet voor niets in je leven. Dat heeft een reden. Hier staat ook discipline. Ik kan bereiken waar ik mijn gedachten op zet. Hier staat ook balans. Ja, je moet dingen nog in balans brengen waarschijnlijk. Om in harmonie met je eigen leven te komen. Zonder je eigen te veroordelen. Geef je over aan de magie van wie je bent. Want je bent een mooi wezen. Je bent uniek. Wees gewoon jezelf. Hier staat ook, je bent misschien iemand die mensen graag helpt met dingen. Wees de ware zelf. Focus meer op je eigen geluk in plaats van anderen proberen gelukkig te maken. Ja, misschien ben je een mensenpleaser. En misschien zit je in een relatie die je niet dient. En misschien relaties met mensen die jou niet dienen. Dus mensen die eigenlijk giftig voor je zijn. Je moet je eigenlijk meer omringen met positieve mensen. In plaats van mensen die je naar beneden halen. Want je verdient het om gekoesterd te worden door andere mensen. Positieve mensen. Dat is de boodschap van je gidsen. Kijk met de voorwerpjes wat die zeggen. Ik heb hier de letter X. Dat kan een kusje zijn voor iemand. Of voor iets van de naam. Ja, misschien ben je een beetje dat je af en toe boos bent en dat je eigen verdedigt tegen mensen. Ga je eigen opzwellen als deze vis. Ga je in de verdediging. Ja, misschien bevind je wel in een doolhof. Want je loopt een beetje vast lijkt wel. Ja, het is misschien een tweeling. Misschien ben je tweeling van een sterrenbeeld of tweeling, dat je een tweelingziel bent. Ja, het kan zijn dat je ergens passie voor voelt of iemand voelt passie voor jou. Ja, er is iemand, deze liefde. Misschien is iemand verliefd op jou. Kan je tweelingziel zijn? We hebben ook nog een N. Een X en een N hebben we hier. En een ring. Het kan de liefde zijn, maar misschien dat je ook een vaste verbindenis met iemand krijgt. Dat je gaat trouwen. Maar het lijkt nog even dat je verstrikt zit in een situatie.
Nou, deze persoon wil je misschien beschermen. En je krijgt bescherming van het universum. Engelen help je mee. Ja, liefde. Iemand houdt jouw hand. Jouw liefde in zijn hand. Iemand denkt aan jou. Ja, het wiel gaat draaien. Gaan dingen veranderen in je leven. Je zit verbonden met iemand. Deze persoon vind je ook lief. Ja, misschien zit je een beetje in de put op het ogenblik. Nou ja, dit is het vuurtoren. Laat je licht schijnen op de situatie waar je in zit. Ga in je kracht staan. Wees de koningin. Ja, jullie harten zijn verbonden. Twee sleuteltjes. Je gaat weer naar rustige wateren varen. En de cup van liefde komt eraan. Dankjewel voor het kijken. Deze groep, doeg. Hallo groep van het hartje. Engel met hartje. Ja, er is aan deze kaarten kan ik zien dat je ergens tegen verzet. Je neemt geen besluit, maar gebruik je intuïtie in alle aspecten van je leven. Je kunt dat. Je kan je intuïtie gebruiken. Verzet je niet meer. Want dat zal je alleen maar... Ja, je gaat je steeds onmakkelijker voelen. En het is eigenlijk een soort vergif voor je. Je probeert anderen te vergeven. Hun tekortkomingen. En blijf vooruit gaan in je leven. Naar positieve situaties in je leven. Ja, deze personen zijn eigenlijk vergif voor je. Verzet je er niet meer tegen. Je neemt nog geen besluit. Ja, accepteer de dingen die je niet kan veranderen. Want er komt weer vrede in je leven. Want je bent een wezen van liefde. Laat alle negativiteit los. En geef je over aan je zielenpad. Want deze levensreis is perfect ontworpen voor je groei van je ziel. Omarm elke les op elk moment. En geef je over aan het succes. Want je gaat ook overvloed ervaren. En kijk niet terug naar al die blokkades en moeilijkheden. Heb vertrouwen en spring naar een nieuwe wereld vol mogelijkheden. Laten we de voorwerpjes doen. Kijken wat je engelen zeggen. Met de voorwerpjes. Ja, dit is de haakje. Je houdt je ergens nog vast aan dingen. Geef je over aan het zielenpad. Verzet je niet meer. Een haak doet dingen vasthouden. Hè? Ja, dingen moeten echt weer in balans gebracht worden. Deze kabouter hebt de handen op de rug. Ja, je komt niet echt in actie. Je komt niet echt naar actie. Je moet nog over blokkades heen springen. Maar er komt een nieuw begin. Geef je over aan het universum. Deze poppetje staat met de handen omhoog. Geef je over. Zodat er weer vrede in je leven kan komen. Ja, misschien moet je gekoesterd worden. Misschien heb je mis je moederliefde. Of heb je weinig moederliefde gehad.
Ja, misschien is er iemand die je gaat koesteren. Het universum doet jou ook koesteren. Ja, dingen moeten opnieuw in bloei komen. En je gaat transformeren. Ja, vind het licht in jezelf. Je bent een mooi lichtwezen. Ga niet in je angst zitten. Dit is het popje die heel erg bang is. Angstpoppetje. En hier staan 3 sterren. Ja, er is hoop op de toekomst. Heel veel hoop en geluk. Het wiel gaat echt draaien. De gunsten van jou. Er gaan positieve dingen gebeuren. Als je maar verzet, opgeeft, dan komt succes. Nieuwe wereld en nieuwe en mooie dingen gaan gebeuren. Exciting new world of possibilities. Ja, de wiel gaat draaien als je maar niet verzet. Komt weer vrede. Accepteer dingen die je niet kan veranderen. Neem die sprong in het onbekende. Ja, stap op het paard. Neem de beslissing. Vaar naar kalme wateren. Want er komt overwinning met de beker. Overwinningsbeker. Ja, en misschien ook nog een trouwerij. Een vaste verbintenis. Goed, dat was deze groep. Dankjewel voor het kijken. Geef me een like. En tot de volgende keer.